Job Quinn, leider van de Partij van de Arbeid. 100.000, wat was dat nou precies, dat woord? Hans Spekman, die onze voorzitter is geworden afgelopen congres, die heeft gezegd, ik wil dat er weer 100.000 leden komen. En dat vind ik een mooi streven. Hoeveel zijn er nu? Het zijn er nu iets van 253.000, dus hij heeft een hoop werk te doen. Bijna verdubbeling. Ja. En hoe lang mag je erover doen? Dat heeft hij niet verteld. En dat zal wel even duren. Sfeer was goed, hè? Daar in de sfeer was goed. Hoe komt dat? Want zoveel vrolijks valt er niet te vertellen. Maar daar zit toch het idee van, we weten wel wat we willen. En dat is niet een eenvoudige boodschap, maar daar zijn we wel van overtuigd. En daar gaan we flink mee aan de weer. En had u nou van tevoren bedacht, ik ga eens even een andere speech houden dan ik normaal doe. Dit wordt dus even hard tegen het kabinet. Nou, ik vond het in ieder geval na anderhalf jaar kabinet Rutte, waarvan je nu ook de resultaten langzaam maar zeker begint te zien en die mensen ook echt beginnen te werken, vond ik het ook wel weer hoog tijd om daar ook heel erg duidelijk over te zijn wat ik daar nou van vind. Ja, dat deed u ongeveer zo. Laat je door Rutte niet wijsmaken dat deze crisis is veroorzaakt door te grote overheidsschulden. Deze crisis is veroorzaakt door het casinokapitalisme met graai gedrag en perverse bonussen in de bankenwereld. Tegen Mark Rutte zeg ik, als onder jouw verantwoordelijkheid dagelijks ruim 200 mensen werkloos worden, dan wordt het tijd dat je zelf ontslag neemt. Want mensen zijn niet gek. Zij weten dat je de crisis niet moet laten oplossen door diegenen die hem veroorzaakt hebben. Je neemt ook geen pyromaan in dienst bij de plaatselijke brandweer. En trouwens ook geen ponyfokker voor het natuurbeleid. Is dit de nieuwe Job Cohen? Ja, dat weet ik niet hoor. Ik bedoel, ik roep altijd maar dat ik ben wie ik ben. En, zijn dit uw eigen teksten? Er zijn altijd mensen die meeschrijven. Ja, maar u zegt ik ben wie ik ben. En er zijn, ik ga geen tekst uitspreken waar ik niks voor voel. Nee. Maar zo'n tekst als de ponyfokker en zo, dat normaal gesproken zegt u, daar doe ik niet aan mee. We hadden hem op een gegeven ogenblik. Ik geloof niet dat ik hem zelf heb bedacht, maar ik heb hem wel een tijdje op de tong gewogen. En toen gedacht van zullen we dat nou wel of zullen we dat nou niet. En eigenlijk vond ik vond hem eigenlijk te leuk. Ja. Het kon wel. Ja, het kon wel. Ja. Het was ook in een bijzin. Hè? Ik bedoel, dit laat ik niet zeggen dat dit een hoofdpunt van beleid is. Nee. Ik bedoel, dat natuurbeleid is wel een hoofdpunt van beleid, maar verder was het een beetje vooruit. U was streng. Streng tegen Rutte. En u heeft eigenlijk gezegd, no more Mr. Nice Guy. Hè? Om het even in het Engels te zeggen. Ja. Ik doe het niet meer. Sorry, u kunt eigenlijk niet meer op me rekenen. Ja. Nou ja, dat kon hij al niet. Maar ik heb ook... Nee. Een paar keer. Nou ja, ja goed. Dat iedereen... Pensioen heeft u natuurlijk met hem geregeld. Zeker, maar op onze voorwaarden. Ja. Hij heeft zich moeten aanpassen aan datgene wat we wilden. Ja. En precies hetzelfde is ook aan de hand met de euro. Ja. En dat zijn ook, ik vind het nog weer verschillende onderwerpen. Hè. De euro die vind ik zo belangrijk dat je daar kan je geen spelletjes mee spelen. Daar kan hij nog steeds op u rekenen als het Als hij daarover praat en als het voorstellen zijn waarvan ik zeg van die vind ik goed. Ja. Of die zijn bij te stellen op een manier dat ik goed vind. Dan steunen we dat. Maar over het algemeen is het toch zo dat als u niet van tevoren zegt hoe u zal reageren, dat u invloed kunt uitoefenen. En nu zegt u op een aantal dingen, zeg ik, per definitie nee. En dan kunt u geen invloed uitoefenen. Nou ja, dat konden we op een heleboel punten niet. En waar het natuurlijk het komende tijd over gaat, dat zijn over wat het kabinet al heeft aangekondigd, extra bezuinigingen. Ja, maar ook daarvoor geldt, wat u zei voor de pensioenen, dat is heel belangrijk voor onze achterban. En daar hebben we wat uit weten te halen. Ook voor uw achterban zijn er bij die bezuinigingen. Was er een heleboel dingen voor studenten, wat dan ook, waarvan u zegt, daar zou ik wel graag wat bijstellen. En die mogelijkheid heeft u zelf nu ontnomen. Ja, maar wat hebben we nou bijgesteld de afgelopen tijd? De pensioenen. Pensioenvoorstellen. Ja, zeker. Maar dat was ook één ding wat niet in het regeerakkoord zat. En als we daar niks hadden gedaan, of als we daar tegen waren geweest, dan had het kabinet er nog steeds gezeten. Ja, maar nieuwe bezuinigingen staan ook niet in het regeerakkoord. Nee, maar als die er komen, want waar het dan om gaat is als de PVV dat niet steunt, dan is het jammer. Kunt u het concreet maken? Kunt u zeggen van daar zullen ze vast mijn hulp nodig hebben en die geef ik niet? Nou, ik zou niet weten op welke punten. Want het gaat voortdurend... Dat is dus een loos gebaar. Nee, maar het gaat over die bezuinigingen. Hè. Dat is het echte onderwerp. Ja. En mijn redenering is, er zijn in die bezuinigingen die de afgelopen jaren door het kabinet zijn voorgesteld en uitgevoerd, daar zit zoveel bij waar ik het volstrekt mee oneens ben, waar mijn partij het mee oneens is, daarbovenop gaan wij niet meedoen. Nee. Als je wil dat we meedoen, dan komt er een ander kabinet, dus eerst verkiezingen. Ja, maar u begrijpt zelf ook wel, ik geloof dat u dat ook al wel heeft gezegd dit weekend, u snapt wel dat er misschien wel extra bezuinigd moet worden. Ja. Ja. En nu komt Rutte op een plek waar u het mee eens bent.
Laat het dan maar. Het is misschien een beetje abstract, maar toch. Dus zegt hij, oké, ik snap dat je daar wilt bezuinigen. Het is een soort abstractie waarvan u altijd zegt van, wat bedoel je nou? Ja, ja, maar dat komt omdat u zelf ook het niet concreet kunt maken. Nee, dus nu moeten we het op een ander niveau abstract doen. Van, zegt u, zult u dan altijd ook als u het niet, als u het eens bent met Rutte, zult u toch zeggen, ik doe het niet? Nee, maar er komen een serie bezuinigingsvoorstellen. Kijk, als ze eruit komen, hebben ze ons verder niet nodig, hebben ze niemand nodig, doen ze het gewoon zoals het gedaan. Maar ze komen er niet uit. Als ze er niet uitkomen, nee, dan kunnen ze er niet op rekenen. En het is wel een plek waarvan u denkt, nou, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ja, maar dat kan ik me niet voorstellen dat die er zijn. Hypotheekrente aftrek? Daar komen ze niet mee. Rutte heeft tot nu toe altijd het stief geroepen van nee hoor, komt op een gegeven moment komt de baas van de Nederlandse bank en die komt met een voorstel en zegt hij nee, ik ben het niet met de analyse eens. Ja. Ja, maar als de druk nou heel groot wordt en er moet extra worden bezuinigd en het CDA is al een beetje, dat heeft maar dan nog, dan komt hij nooit met voorstellen stel nou dat hij dat doet. Dat gaat mij, u zegt namelijk radicaal, ik zeg nee tegen dat soort nieuwe voorstellen. En u weet ook nog niet welke het zijn. Nee. Dus, en u zegt toch al nee. Dat geldt dan ook voor het voorstel om iets te doen aan de hypotheekrenteaftrek? In dat geval, dan betekent het dat bovenop al die andere bezuinigingen komen en dat hele pakket wat er ligt, wat dus bovenop een pakket komt wat me al niet bevalt, en dan verder zitten daar nog allerlei elementen in dat pakket wat me ongetwijfeld ook niet bevalt. Ja. Dus dan is het antwoord nee. Dan zegt u dus toch nee tegen dat gedeelte wat u eigenlijk voor uw partij heel belangrijk vindt. Maar dat komt wel dan. Want het betekent dan, denk ik, ben ik eigenlijk ook wel van overtuigd, dat het kabinet dan gewoon geen meerderheid heeft. Ja. En dan valt het. En dat is ook precies wat er moet gebeuren. En dan komen de verkiezingen. Ja. En dan kunnen wij precies, als wij daaraan meedoen, wat ik erg hoop, precies die voorstellen ook veel meer naar onze richting inrichten. Of niet, namelijk wanneer u niet dan mee gaat regeren en dan heeft u de kans laten lopen om iets te doen aan de hypotheekrenteaftrek. Nou, ja, maar die komen als dat zo is, laten we even wel wezen. Er zijn op dit ogenblik nog geloof ik 2 mensen in heel Nederland die vinden dat het niet kan, die hypotheekrenteaftrek. Rutte en Wilders. Ja. 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 Nou, ja, maar goed, die zijn de baas. Ja, zeker. Dus dat maakt het net even iets belangrijker. Nou ja, maar als zij de baas zijn, dan zullen ze wel met voorstellen komen. Nog even één idee, want ik geloof dat u ook los van de AOW en de Europa ook nog het vliegen boven Libië heeft goedgekeurd. Ja. Stel nou, het is misschien nu nog raar, maar Syrië gaat ook niet zo best. Ja, ik denk dat Syrië een totaal ander voorbeeld is. Maar er komt een moment dat daar... Dat zou in de orde kunnen zijn van de euro. Ja. Want dat is internationaal belangrijk. En het bijzondere bij Libië was dat daar een beslissing van de Veiligheidsraad aan ten grondslag lag, die buitengewoon belangrijk was. Niet alleen voor dit onderwerp, maar ook voor anderen. Ja. Dus eigenlijk zegt u, hij zal toch voor niks bijzonders bij mij komen. Dus ik kan ook makkelijk zeggen dat ik niet meer met hem meedoe. Behalve voor hele belangrijke punten die internationaal zijn. Ja, maar goed, dat is iets wat ik zal maar zeggen, binnenlands politiek overstijgend is. Ja. En anders nee.